komt er wel of niet een nationaal park net over de Duitse grens langs onze regio? Dat is een vraag die al een tijdje speelt. Gistermiddag stemde de gemeenteraad van Kleef voor de tweede keer over deze kwestie. Redenen voor veel voorstanders om zich te verzamelen voor het gemeentehuis. Maar ook tegenstanders lieten van zich horen. Moet het Rijkswald een nationaal park worden of niet? Om de gemeenteraad te laten zien hoe groot de groep voorstanders is, hebben zij zich deze middag verzameld voor het gemeentehuis. Maar ook tegenstanders zijn van de partij. Een nationaalpark is naar deutschem Gesetz, das Bundesnaturschutzgesetz regelt das, das höchste Schutzstatus, den wir einem Wald geben können. Und das bedeutet, dass der Wald auf Dauer sich selbst überlassen werden soll. Dass wir also nicht mehr eingreifen. Und das bedeutet zum einen, dass wir nicht mehr nutzen können, keine Forstwirtschaft, keine Holzwirtschaft mehr betreiben können. Aber was viel wichtiger ist, dass die Bürger und Bürgerinnen nicht mehr in den Wald gehen können, so wie es jetzt da ist. Weil es werden dann. Und wie ist das jetzt? Jetzt ist es so, dass der Wald völlig frei ist. In Deutschland haben wir komplettes freies Betretungsrecht. Das ist, glaube ich, anders als in Holland. Also man kann überall durch den Wald durchlaufen, die Spaziergänger können überall Pilze sammeln, Brombeeren sammeln, wie auch immer. Und wenn es ein Nationalpark ist, dann werden mindestens 75% der Flächen geschlossen, weil sie der Natur überlassen werden und da können die Bürger dort nicht mehr hinein. Und all die Beperkungen sehen die Tegenstanders dus nicht sitzen. Zij finden het bos goed zoals het nu is. Toch is er ook een groep mensen die de komst van een nationaal park wel ziet zitten. De beperkingen worden ook meteen van tafel geveegd. Ja, dat klopt helemaal niet. Er zijn in Duitsland 16 nationaalparken. Ik was al in heel veel met vakantie. Omdat men daar juist heel goed natuur kan beleven. Omdat er heel mooie wandelpaden zijn en mogelijkheden zijn om natuur te beleven. En ja, dat komt hier ook zo. Dat is ook een eis van het wet dat natuurbelevenis een hoge rang heeft in een nationale park. En het is ook een eis van de IUCN. Die hebben internationale criteria voor nationale parken opgericht. En ook daar is natuurbelevenis staat daarvoor aan als één belangrijk doel van nationale parken. Ook de oud-burgemeester van Kleef, zelf woonachtig aan de grens van het Rijkswald, wil geen nationaal park. Ik vind het wunderschön. Ik brauch geen verandering. Ik brauch geen majorisering van irgendwelche bureaucratieën, van verwaltungen, van geboten of verboten. Als iets schön en goed is, dan zal men het zo genieten wie hij is. En insofern voel ik me wohl en brauch geen verandering. Natuur houdt niet op bij de landgrens. Dus staat het Rijkswald ook direct in verbinding met onze gemeente Bergendal en Mook en Middelaar. Henny Brinkhoff van de werkgroep Milieubeheer Bergendal kan zich ook niet vinden in de argumenten van de tegenstanders. Voor de Duitsers is het een hartstikke goede bron van extra bron van inkomsten. Er komen heel veel mensen hierheen. En waarom zouden die mensen komen als ze er niet in mogen? Natuurlijk mogen ze erin. Er komen bezoekerscentrum, er worden routes uitgezet, ook voor mountainbikers. Er blijft van alles mogelijk, alleen het wordt gereguleerd. He, op sommige plekken mag je heel veel, op andere plekken mag je dan wat minder, want de natuur moet ook rust hebben, maar rustgebieden hebben voor beesten. Die zijn er nu ook al in het Rijkswald. De volgende stap is een burgerreferendum. Om de plannen voor een nationaal park door te laten gaan, moet een meerderheid hier voor stemmen. Also es muss die Mehrheit sein, aber es müssen mindestens 40.000 Stimmen sein. Das sind 15% ungefähr der wahlberechtigten Bürger, müssen sozusagen für den Nationalpark abstimmen und es muss gleichzeitig die Mehrheit sein. In december wordt de uitslag van het referendum verwacht.